Wat zijn de diepere historische oorzaken van het conflict Israël-Palestina? Waarom hebben de Israëlische inlichtingendiensten de Hamas-aanval niet zien aankomen? Wat denken we over de bombardementen op Gaza? Welke perspectieven zijn er om een vredesregeling tot stand te brengen? Hees van der Peil, oud-hoogleraar internationale betrekkingen en vaste gast bij Alternatief TV is hier. Hij schreef de kritische klassieker Pandemie van de Angst over de coronapolitiek en zijn laatste boek ging natuurlijk over Oekraïne. We gaan met hem in gesprek over de oorzaken van de nieuwste oorlog. Hartelijk welkom bij Alternatief TV. Wij vragen door waar de mainstream media zwijgen. Ik ben Ab Gieterink en mijn gast vandaag is wederom Kees van der Peil. Hartelijk welkom, Kees. Ja, hallo. Ja, we hebben afgesproken dat we de hele geschiedenis van Israël, Palestina in een uur lang doorpraten. Mijn taak is daarbij, laten we zeggen, de algemene lijnen te schetsen. Jouw taak is commentaar en specifieke invulling daarvan te geven. En die gaan we historisch door. En dan beginnen we met de Bijbelse tijden. En in die Bijbelse tijden kwam het volk van Abraham aan in het land van Kanaan. En daar woonden ook meer volkeren. En ja, zoals we weten is het zo dat het Joodse volk en het Arabische volk zijn broedervolken die uit die traditie voortkomen. Ja, maar dat op zich al is bijna de uur overleg ja. Waard. Kijk, je moet niet vergeten dat de meeste volkeren die daar woonden waren sedentaire volkeren. Dus volkeren die landbouw bedreven en ja. Vruchten oogsten en zo. Ja. En de Hebreeën waren nomaden. Dus ja. Die trokken van plek naar plek met vee. Ja. Je had toen al een botsing met Filistijnen, ja. Namelijk de Palestijnen. Dat waren geen Arabieren, maar Middellandse Zee-volkeren, een soort Vikingen van de Middellandse Zee. Eigenlijk zijn dat de voorgangers van de huidige Gaza-mensen, zou je kunnen zeggen. Ja, daar wordt over getwist, omdat kijk, het idee wat altijd wat ten grondslag ligt aan het Zionisme, waar we nog over te spreken komen. Ja. Is de gedachte dat het Joodse volk heeft op een gegeven moment een bloeitijd meegemaakt, hè, onder koningen David en Salomo. Ja. En daarna is daar ingevallen in meerdere rijken. Ja. En die rijken zijn verslagen door de Syriërs en door de Romeinen. En het Zionisme verhaal, dat wil zeggen, dat beweert dat de Joden toen verdreven zijn en verstrooid. Mm-hmm. En dat vandaag de dag Israël een soort nieuwe claim op dat land is op grond van de Bijbelse geschiedenis. Ja. Nou, dat is dus niet vol te houden. Dat is door meerdere auteurs. Maar dat ideaal begint eigenlijk aan het eind van de 19e eeuw. Ja. Met een figuur die heet Theodor Herzl. Komt uit Wenen. Die heeft een boekje geschreven, Die Judenstaat. En daarin wordt eigenlijk gezegd dat verspreide Joodse volk over Europa, Afrika, het Midden-Oosten, dat moet terug naar de bakermat of moet de gelegenheid hebben voor een eigen Joodse staat in het land, dat, oude land van Kanaan. Dat laatste. Hè? Dus, en dat is Palestina op dat moment. Nou, er zijn natuurlijk andere opties geweest. Hè? Madagaskar, Oeganda. Ja. De kwestie is dat, Herzl was correspondent van een Oostenrijkse krant en woonde in Parijs het proces bij rond de affaire Dreyfus, waar een Joodse kapitein, inmiddels prachtig verfilmd door Roman Polanski, ja. En Jacques Cuse. Ja. En wegens hoogverraad tot levenslang op een tropisch eiland wordt veroordeeld. En Herzl zegt dan, als in Frankrijk, het land van de revolutie en de égalité, fraternité. Liberté. Liberté. Als daar Joden op deze manier, die verregaand geassimileerd zijn. Hè, het doel van bijna alle Joden, zeker in West-Europa, was assimilatie. Mm-hmm. Men wil gewoon opgaan in de bevolking, net zo goed als ik van Fries
Saksische afkomst ben. Ik loop hier ook niet lekker langs waar Friese en Saksen bij elkaar komen. Dus wij zijn geassimileerd. Ja. Nou, dat willen de meeste Joden ook. Ik heb ooit van de nazi-jager Arthur Graaf gehoord dat de helft van de Nederlandse mensen die afgevoerd zijn in de Tweede Wereldoorlog door de nazi's en vergast, de helft ervan beschouwde zichzelf niet als Jood. Oh ja? Ja, maar werd dus op grond van één grootouder alsnog op transport gesteld. Ja, maar nog even terug op die Jodenstaten. Dat heeft dus geleid tot de trek van honderdduizenden Joden uit Europa naar Palestina, heette dat land. Overigens, dat heette Palestina omdat het deel was van het Ottomaanse Rijk. Dat was geen soevereine natie, maar het was een soort provincie van het Ottomaanse Rijk. Ja. Ja? En dat leidde in 1917 tot de zogenaamde Balfour Declaration. En dat was aan het begin van 1947 het Brits protectoraat. Ja, nou, mandaatgebied hè, van de Volkenbond. Omdat in de oorlog, ik meen in 1916, ja. Frankrijk en Engeland middels de Sykes-Picot overeenkomst hadden het Turkse Rijk alvast hadden verdeeld voor na de oorlog. Want Turkije, het Ottomaanse Rijk, wat ging tot en met Egypte. Mm. Vocht mee met de centralen, dus met Oostenrijk-Hongarije en Duitsland. Hmm. En Engeland had daarbij toegewezen gekregen Irak, inclusief tegenwoordige Kuwait, en Palestina. En Saudi-Arabië? Nee, niet dat ik weet. Nee, in Saudi-Arabië was de opstand van... Ja, die was toen al begonnen, die opstand. Onder leiding van Lawrence of Arabia. Maar ja. Dat is een ander verhaal. In ieder geval... Ja, maar die is in Engeland 1917 toch? Nee, maar... Die Lawrence over ja, 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 ook. Dat is een opstand. Die dan nog... Dat is onderdeel van de oorlog tegen de Turken. En in 1917 wisten de Britten dus al dat zij na de oorlog dat hele gedeelte van Palestina en Mesopotamië zouden... in beheer zou krijgen. Eigenlijk gewoon als kolonie, maar men noemde dat onder Amerikaanse invloed in de Volkenbond een mandaatgebied. Frankrijk had dan Syrië en Libanon. En toen kwam er een brief van, of een voorstel van de kant van Lord Rothschild, een van de leden van de Rhodes-Milner groep, dat was echt de kern van de Britse heersende klasse, aan de premier Balfour, die zelf ook deel uitmaakte van die groep. En daarin werd gezegd, zullen we nou niet, omdat wij het mandaat hebben, tegelijk gebruik maken van het geven van dat gebied aan, om daar een Joods homeland van te maken. Ja, voor de gelegenheid van. Hij sloot niet uit dat daar ook Arabieren wonen en Palestijnen. Nee, precies. Oh, sterker nog, het was zo dat Lord Milner, naar wie de Rhodes-Milner Group dus voor een deel genoemd is, Milner zei, we willen niet de extreme Zionisten volgen. Het idee van de aanwezigheid van meer Joden is alleen maar om een soort economisch dynamisch element. Al die slaperige Arabieren, die moeten een beetje opgeschud worden en dat kunnen die Joden mooi doen. Dat was eigenlijk de gedachte die erachter zat. En toen heeft Balfour een klein kattenbelletje geschreven van, komt in orde of zo. Ja. Die bewoording weet ik niet precies, maar dat heet dan nu heel plechtig de Balfour Declaration. Maar het is gewoon een antwoord aan een brief van Rothschild, omdat Rothschild was een Zionist. Ja. Het Zionisme was in die tijd helemaal niet populair, maar Balfour en de andere leden van de upper class in Engeland, die gingen ervan uit dat het Suezkanaal bewaakt moest worden. Ja. Maar bovendien... er was een revolutie uitgebroken in Rusland in 1917 en men wilde Rusland tot iedere prijs in de oorlog houden, omdat anders zouden de westelijke geallieerden het volle gewicht van het Duitse leger krijgen. Ja, dus... nog even voor het publiek, het Suezkanaal, gebouwd in 1867, was onder controle van de Fransen en de Britten. Het was eigendom van Britten en Fransen. Ja. En Egypte was toen nog niet een zelfstandige natie in die tijd. Nee, het was de Anglo-Egyptian Soudan. Ja. Dus dat was de Soudan. En dan daarboven, wat was het? Er was een Britse viceroy, dat weet ik wel. Maar goed. Men wilde Rusland in de oorlog houden. En waarom Rusland? Omdat de Joden...
In alle Joden in de wereld, de Joden zijn er natuurlijk zijn er niet zoveel, ja. Als je kijkt naar de mondiale bevolking. 20 miljoen, begrijp ik toch? Nou, maar in die tijd. Ja, in die tijd minder en, natuurlijk. Die waren hoofdzakelijk geconcentreerd in Polen, Oekraïne, onderdeel van het Russisch Rijk en Zuid-Rusland. Ja. En dat heeft een achtergrond, dat gaat nu te ver, maar ja. Dat is wel belangrijk om te weten, omdat daar ook de belangrijkste feiten liggen die duidelijk maken dat het verhaal van een terugkeer naar het beloofde land is als flauwekul. Dit zijn allemaal mensen die van oorsprong in Oekraïne, Rusland gewoond hebben als nazaten van onderdanen van het Chazarenrijk in de tijd van onze kruistocht. Ja. En die ook nogal een rol hebben gespeeld in het tot stand komen van de Sovjet-Unie bijvoorbeeld in die tijd. Oh ja, want het sionisme was helemaal. En je had dus behalve Herzl in Oostenrijk, had je ook Leo Pinsker in Rusland. Ja. En die bij elkaar vertegenwoordigen die dus zeg maar de ideologische leidslieden van het zionisme. Dus het idee van een Joods nationalisme is eigenlijk de beste beschrijving. Voor een deel via een grondgebied, maar voor een deel ook gewoon tegen assimilatie gericht. Daar heb ik pas een paar dingen over gelezen. Ja. Maar het zionisme was helemaal niet populair. In Rusland waren de Joden, ofwel die daar steeds slachtoffer waren van pogroms, dus van klopjachten, als de tsaar de aandacht moest afleiden van iets. De Joden waren in meerderheid revolutionair gezind, dus socialistisch. Ja. Of ze wilden gewoon weg naar Amerika. Niks Jood, dat interesseerde ze allemaal niet. En zeker niet naar het hete Midden-Oosten. Ja. Nog even voor het publiek. Zionisme komt. De terugkeer naar de berg Zion, en dat is de berg bij Jeruzalem. Ja. Daar komt het woord zionisme vandaan. Dan gaan we door het interbellum naar de Tweede Wereldoorlog, met natuurlijk ook de Holocaust. En mede, dat is een van de mogelijkheden om te zeggen, in 1948 komt er een opdelingsplan. Vanuit de nieuw opgerichte Verenigde Naties, volgens mij is dat uit mijn hoofd resolutie 181. En daarin wordt een gedeelte voor een Arabische staat, Palestina, en een gedeelte voor een Joodse staat, die dan de staat Israël wordt. En die wordt opgericht door Ben-Gurion in 1948. Ja, maar er is nog iets enorm belangrijks wat je moet weten over de tussenliggende periode. En dat is dat Zionisten in twee vleugels uiteen gevallen zijn. Ja. Eén van Jabotinsky met als secretaris de vader van Netanyahu. Ja. Die wilde een harde confrontatie met Arabische inwoners van Palestina en geen enkele vorm van samenleving. En die zocht aansluiting bij het fascisme. Dus hij was zelf geen fascist, maar een groot deel van zijn aanhang wel. De vader van Netanyahu was secretaris en zocht aansluiting bij het fascisme. Ja. Zo, die wist ik niet. Dat is heel belangrijk. En ze hebben in 1922 ook het fascismecongres bijgewoond. Mussolini was heel erg positief over Joden, had zelf een Joodse vriendin. Ja. En de Betar, dat waren de strijdgroepen van de Zionisten, die mochten trainen in Italië. En pas in de loop van de oorlog is onder druk van Hitler, heeft Mussolini deze toenadering tot de harde lijn Zionisten, dus tot de aanhang van Jabotinsky, stopgezet. En is men mee gaan doen met Jodenvervolging. Dat heeft in mijn ogen enorme consequenties, omdat daaruit is de Likud voortgekomen. Want vergeet niet dat, even denken over, ik heb een lange fietstocht achter de rug. Ja. Het is belangrijk. Tijdens de oorlog nog hebben mensen zoals Shamir, maar ook de jonge Begin in Polen, hebben voorstellen doen toekomen aan de nazi's, want Engeland had Palestina. En die harde lijn, dus die Jabotinsky-volgingen, die hebben aan de
Duitsers voorgesteld, waarom vechten wij niet met jullie mee tegen de Engelsen in Palestina? En in ruil daarvoor krijgen wij een Joodse staat. En het resultaat van dit alles was, er zijn veel details die ik nu moet weglaten, maar het resultaat van dit alles was dat direct na de oorlog, toen Begin in Israël was beland en een eigen partij had gestart. De latere premier Begin. Menachem Begin. Ja. Dat er in Amerika een manifest is verschenen, ondertekend door Albert Einstein en Hannah Arendt en andere vooraanstaande personages van Joodse afkomst, die waarschuwden. Als deze stroming van Begin, dat heette toen niet Likud, maar anders, ik ben die naam even kwijt. Ja. Als deze stroming ooit aan de macht komt, zal er in Israël een fascisme aan de macht komen. Nou, ik noemde net al die connectie, willekeurig bijna natuurlijk, maar want je kan ook afstand nemen van de standpunten van je vader. Maar van de vader van Netanyahu, die als voornaam heeft Ben Zion, dus de zoon van Zion, ik neem aan dat het een aangenomen naam was. En Benjamin Netanyahu, die lijn, die staat, daar valt dus een schaduw overheen van de uitspraak ooit van Einstein en Hannah Arendt en anderen. Denk erom. Meer progressieve Joden die daar kritiek op hadden. Ja, vredelievende Joden die de samenleving voorstonden. Ja, ja. Dan nog even, want we gaan door, want we willen toch ook het hele verhaal vertellen in dat uur. Israël richt dat op. Dat leidde tot een onafhankelijkheidsoorlog tussen Israël en de Arabische wereld. En dat leidde ook tot de zogenaamde Nakba. Ja. Misschien moet je daarbij op aansluiten. De Nakba ik ben een beetje spelbreker, omdat ook hier geldt weer. Begin en zijn vrienden. Want de Engelsen waren nog steeds aan de macht in Palestina. Ja. En die hebben ze toen verjaagd door een bomaanslag in het Koning David Hotel. Ja. Waar, en dat is belangrijk in zijn details, waar Begin en zijn vrienden van de terroristische vleugel van de Zionistische beweging, verkleed als Arabieren, grote voorraden springstof in dat hotel hebben gelegd enzovoort. Er was ook... en daarmee hebben ze dus de Engelsen een enorme slag toegebracht. Die hebben zich toen in feite teruggetrokken. Maar dat terugtrekken, dat had er ook mee te maken dat een groot deel van de Engelse macht in Palestina heulde met de Zionisten. En vond dat dat gewoon veel betere lui waren om het land aan te overhandigen dan... Nou, daarna komt die Nakba, dat is een verjaging van de in meerderheid Palestijnse bevolking. Het is een Arabisch gebied met een paar Joodse kolonies, zoals de steden Haifa en wat nu Tel Aviv is. Ja. En die slag die werd heel makkelijk gewonnen door de Joodse Zionistische eenheden, omdat dat waren Die hadden toen Russen. Russisch uit het Rode Leger. Dus dat waren geharde strijden, die 5 jaar strijd achter. En die lui in die Arabische dorpjes, die wisten niet wat ze zagen toen ze die geoefende strijders tegen zich kregen. En tegelijkertijd werden er schepen met kolonisten aangevoerd, zoals bijvoorbeeld het beroemde Exodus. Ja. Begrijp je? Allemaal geladen met symboliek. Hoeveel steun was er eigenlijk van westerse landen aan wapentuigen en ook aan... Nou, in eerste instantie... Tanks en zwaar materieel. Je moet niet vergeten dat het eerste land wat... uiteindelijk is Israël gewoon door de Verenigde Naties erkend. Hè, binnen de oorspronkelijke grenzen. Ja. Maar het eerste land wat de nieuwe staat Israël erkende was de Sovjet-Unie. Jij ja, overigens de Verenigde Staten claimt dat zij dat waren. Nee. 11 seconden zeiden dat zei Biden vorige week. Maar goed, beide waren heel de snel in de erkenning. In beide was er dus een enorme Joodse constituency. Ja. Immigranten in Amerika en autochtone Joden in de Sovjet-Unie. Ja. Die ook een hele belangrijke rol in het hele... Want er is daar natuurlijk ook altijd wel een element van antisemitisme geweest. Maar zoals overal misschien. Maar als groepen zich apart opstellen, roept dat ook altijd verzet op. Want dan zegt men, die bevoordelen elkaar en gaan zo maar door. Ja. Maar er waren ook maarschalken, ik ben even de naam kwijt. Dat was een hele knappe kerel in een prachtig uniform. Dat was de Joodse maarschalk van in het legertop van het Rode Leger.
Maar goed, in ieder geval een deel van de Palestijnse bevolking is gevlucht naar Jordanië, naar Libanon, naar Egypte. En die zijn in kampen terechtgekomen. Ja. En een deel van hun navolgers wonen daar grotendeels nog steeds. Ja, maar dat zijn dus, dat moet je niet voorstellen als kampen met tent of zo. Maar dat zijn kampen met provisorische dorpen die steeds verder dichtgetimmerd zijn. Dan gaan we naar de volgende kwestie. 1956, het Suezkanaal. Ja. In handen op dat moment van de Fransen en de Britten. Daar ontstond een oorlog, want de Egyptenaren claimden dat en Israël participeerde in die oorlog en kwam door de Sinaï oprukken. Ja, ja? Nee, dat is zo. Maar ook daar geldt weer dat heel lang in de geschiedenis van die Jabotinsky-Netanyahu-vleugel, via Begin en Shamir dan, hè, dus zeg maar wat later de Likud is geworden, zit als mechanisme van de politiek terreuraanslagen tegen Arabieren of zo, dat is verder niet zo belangrijk. Mm-hmm. Meestal op een manier dat Arabieren de daders lijken. Mm-hmm. Met als doel het dwingen van de westerse mogendheden om hun steun aan het Israël-project voor te zetten. Dat is enorm belangrijk. Eigenlijk, maar daar komen we straks op, is dat nu weer gebeurd met de Hamas-aanval. En het faciliteren van die Hamas-aanval. Dat durf ik niet te zeggen. Dat daar gaan we zo over. Ja. Ja. Nog even iets over die Suezkanalen. Ja, nou ja. In Egypte waren er een heleboel bomaanslagen op Britse consulaten en Amerikaanse en Engelse doelen geweest. Mm. Steeds met per ongeluk een Arabische hoofdtooi verloren bij het plaatsen van de bom en zo. Maar dat was dus... Dat was de Lavon-affaire. Minister van Oorlog was hij, geloof ik, Lavon. Die had dit georganiseerd om in het Westen een stemming te creëren van potverdomme, zegt die Arabieren, die vallen doelen aan in Egypte enzovoort. En dat was dus door deze harde lijn Israëli's georganiseerd. Veel belangrijker was natuurlijk het feit dat in Egypte in 1954, meen ik, een staatsgreep was geweest van progressieve militaire onder leiding van Gamal Nasser. Ja. En Nasser had eerst, dat voerde ver. Het ging over een dam, het ging over de kosten van die dam. Maar goed, even terug. Uiteindelijk Israël heeft het kanaal genationaliseerd. Dat hele kanaal is genationaliseerd en dat kwam in handen van Egypte. Ja. En was het toen al zo dat Israël de Sinaï-woestijn bezet, of in ieder geval? Nee, dat dacht ik niet, want kijk, Engeland en Frankrijk hebben toen de historische fout gemaakt, mag je nu wel zeggen, om te proberen dat kanaal met geweld te heroveren. Ja. Daarbij botsten ze op twee grootmachten, namelijk zowel Amerika, die bang was dat daarmee het hele in opkomst zijnde derde wereldblok van onafhankelijke nieuwe staten naar de verkeerde kant zou lopen, de kant van Nasser zou kiezen en dat Nasser zelf de kant van Sovjet-Unie zou kiezen. Ja. Uiteindelijk heeft de Sovjet-Unie natuurlijk die Aswan-dam betaald. Ja. Israël was volgens mij gewoon wat je noemt een accessory. Die maakte van de gelegenheid gebruik, omdat zoals Ben Gurion, die dus officieel eigenlijk bij de gematigde vleugel hoorde, Ben-Gurion had gezegd van we moeten uiteindelijk de grenzen terugwinnen van de tijd van David en Salomon. Namelijk het grote Joodse Rijk wat onder in die bloeiperiode van de dat was toen geen Zionisme natuurlijk, maar van het Joodse koningschap. En dat liep van de Nijldelta. Met de hele Sinaï, maar ook met de hele Jordanië, tot in grote delen van Turkije. Ik meen tot het Van meer in Turkije. Daar de officiële kaarten zijn daarvan. En het is interessant dat Ben-Gurion dus degene was die daar op hamerde. Maar goed, die Ben-Gurion was de eerste premier die ook de onafhankelijkheidsverklaring van 1948 voorlas, volgens mij. Ja, precies. In 1967 komen de volgende fase. Dat begint de Zesdaagse Oorlog. Ja.
En die wordt grotendeels eigenlijk door Israël gewonnen. En daarmee worden eigenlijk ook wat nu dan heet de Palestijnse gebieden of de Palestijnse staten worden eigenlijk bezet. De Westbank en de Gazastrip. Ja, en ik meen ook toen... En de Sinaï. Sinaï. Ja. Eigenlijk is het belangrijkste op de twee oorlogen, dus van 67 en van 73, gewoon als één geheel te nemen. Waarom? Omdat Israël bleek, als het ging om conventionele oorlogvoering, dus met grote landlegers, met tankkolonnen en noem alles maar op, en luchtmacht, bleek het superieur te zijn aan de reguliere legers van de Arabische buurlanden, dus Egypte, Syrië en Irak. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat toen in 73 Israël weer gewonnen had, zei het nu veel meer op het kantje, toen drong het besef door enerzijds bij de Israëli's dat zij eigenlijk nooit meer zich moesten laten betrekken in zo'n soort landoorlog. Want die zouden ze dan wel eens een keer kunnen verliezen. En dat men Amerika moest dwingen om die oorlog van hun over te nemen. En dat is de diepere ratio van uiteindelijk 9/11 geworden. Ja, maar wacht even. Nu ga je echt heel ver. Ja. Jij neemt even, we hebben de Zesdaagse Oorlog, dat is 1967. Je koppelt dat aan de 1973 oorlog van de Yom Kippur oorlog. Ja, is van dat. Hetzelfde type. En dat is in de tijd van Golda Meir is dat. Die was dan op dat moment premier. En dat is eigenlijk dat Egypte en met name Syrië, Israël aanvallen om dat gebied te heroveren. Het gebied wat van hun was afgepakt in 67. Ja, precies. Nee? En Golda Meir heeft toen, en dat is wel, dat heeft Pepe Escobar net, de Braziliaanse journalist, net onthuld. Ja. Op grond van nieuwe documenten die hij heeft gezien, die me ook zeer plausibel voorkomen. Dat Nixon in de oorlog van 1973, en Kissinger neem ik aan, niet bereid waren om Israël onvoorwaardelijk te steunen. Omdat men was bezig met een verzoeningspolitiek, een ontspanningspolitiek met de Sovjet-Unie. Toen heeft Golda Meir gezegd, volgens deze, ik moet er wel bij zeggen, apocryfe bronnen van Pepe Escobar, maar dat is een belangrijk journalist. Toen heeft Golda Meir tegen Nixon gezegd, kijk, het is zo, wij hebben nu atoomraketten. Want dat is ook nog wel belangrijk om te zeggen, dat in 1956 Israël zich terug moest trekken. Want ja, het Frans-Britse avontuur bij Suez werd afgeblazen. Maar Israël kreeg een belangrijke troostprijs. En dat was dat Frankrijk een kerncentrale gaf aan Israël. En daarmee het uitzicht op eigen atoombommen. Ja. Golda Meir in 1973 zegt tegen Nixon, denk erom, wij hebben een kernraket. En die kunnen wij afvuren op de Sovjet-Unie. Die zullen denken, met de huidige middelen van waarneming was dat ook een aannemelijke dreiging. Die zullen denken dat die van jullie komt. En zullen jullie een atoombombardement teruggeven. Ja, en toen is Nixon door de knieën gegaan. Dat is het verhaal. Even voor het publiek. Er is een film die op dit moment in de bioscoop draait. Die heet Golda. Ja. Het is een interessante film. Goed gespeeld ook. Kan ik het publiek aanraden. Omdat die gaat over de Yom Kippur oorlog van 1973. En de rol die Golda Meir daarin gespeeld heeft. Nou, dat is al wat ik nu heb verteld zeker niet een voorbeeld. Nee, dat wordt. Maar er zijn toch wel een aantal vraagtekens die worden gezegd. Oké. Okay. Gesteld, moet ik je zeggen. Het is ja, niet... bijvoorbeeld, net zoals nu, dat de zweem van doorgestoken kaart omheen hangt. Dat men wist, die verrassingsaanval die komt. Maar ja, die maar verrassingsaanval in de huidige tijd vind ik eigenlijk volledig ongeloofwaardig. Maar goed, we gaan naar de volgende fase. Ja. Dat is 1977, het Likud van Begin en de nederzettingenpolitiek. Ja. Daar wil je vast nog wat over melden. Ja. Nou, één ding wat ik ook nog wil zeggen is dat na 1973 de opmars van de Likud begint. In 1977 noem je al, dan wordt Begin voor het eerst premier. Zij willen dan dat Amerika de oorlogen gaat voeren van de, 1979 komt de eerste conferentie in Jeruzalem over de oorlog tegen de terreur.
Met Amerikaanse, sterk Amerikaanse delegatie, onder andere George Bush senior. Maar aan de Palestijns-Arabische kant trekt men ook een belangrijke les in 1973. En dat is dat een regulier landleger van Arabische signatuur waarschijnlijk weinig kans maakt in een reguliere landoorlog met Israël. En dat daarom een nieuwe vorm van guerrilla-achtige strijd moet plaatsvinden. En als je dan kijkt naar het optreden van Hamas nu, het optreden van Hezbollah. Hezbollah heeft in feite Israël verjaagd uit Libanon. En dat heeft laten zien dat daar kan Israël niet tegenop. Dus het Israëlische leger is niet geschikt, om een heleboel redenen, sociologisch, militair, technisch, tegen dit soort irreguliere oorlogvoering door gewapende commando's. En dat is ook de reden waarom zij, dat is ook de reden waarom Hamas en Likud de afgelopen jaren eigenlijk die strijdstrategie hebben geadapteerd. Je bedoelt Hamas en Hezbollah? Ja, sorry, ja, Hamas en, ja, en Hezbollah. Ja, nee, ja. Precies, precies. En die zijn nu helemaal op de voorgrond gekomen en van de reguliere Arabische legers hoor je helemaal niks meer. Nee. Nee. We gaan naar een toch wel iets hoopvoller fase dan. 1988 komt er de PLO-verklaring van Yasser Arafat. Ja. En dat is verbonden, misschien moeten we dat gelijk meenemen, in 1993, dus een paar jaar daarna, is dat eigenlijk de basis dat de Oslo-akkoorden tot stand komen, waarin Arafat namens de Palestijnse entiteit eigenlijk erkent dat de staat Israël bestaat en een claim doet op de Palestijnse gebieden, de Westbank en de Gazastrip, en daarin een contract sluit met zowel Begin als Clinton. Clinton, die is daarbij. Ja. Ja. En dat is eigenlijk het meest hoopvolle moment. Want zou je kunnen zeggen, dat zou de basis zijn, zowel voor de erkenning van de staat Israël, als een voorlopige erkenning van de staat Palestina, te beginnen met de erkenning dat dat als zelfstandige autonome gebieden moet kunnen functioneren. Ja, maar dat was toen al een onuitvoerbaar project, omdat dat zou betekend hebben dat de al opgerichte nederzettingen in de Westoever, ja, dat die Joodse nederzettingen, dat die ontruimd zou moeten worden. Terwijl daar nou juist de hoofdmacht van het electoraat van de Likud was gevestigd. En bijvoorbeeld de minister van Huisvesting was toen Ariel Sharon. Ja. En die heeft dat hele project in gang gezet in de wetenschap dat het in strijd was met de sfeer van verzoening en akkoord. Ja. Maar, ja, nog even voor ja, Arafat was overigens echt fors corrupt. Hè. Dus ja. Arafat was corrupt. En Clinton werd gechanteerd met Monica Lewinsky en met afluisteren. Dus later pas, ja, hè, dan 93. Zijn telefoon werd afgeluisterd. Ja, maar even nog voor het publiek. Die nederzettingenpolitiek, dat zijn Israëli's of liever gezegd Joodse kolonisten. Ja. Vaak rechtse, Likud-achtige Joodse kolonisten. Ja, ja. Die gingen gewoon in de Westbank wonen. Die riepen gewoon, wij zijn Israëli's. Jullie moeten ons beschermen. Maar die woonden in feite in Palestijns grondgebied. Ja. En dat is de kern eigenlijk van het probleem waarom het heel moeilijk wordt als er heel veel Joodse nederzettingen zijn in de Westbank, dat Israël de stap neemt om de soevereine staat Palestina in de Westbank te erkennen. Ja. En zich ook militair terug te trekken, want op de dag van vandaag is er een militaire bezetting in feite van de Westbank. Ja, ja, ja. En voortgaande kolonisering. Ja. En een nieuwe grondwet, een nieuwe wet in Israël een paar jaar geleden, die Israël verklaart tot het officiële thuisland van de Joden. Ja. Waarmee dus de Palestijnen, die natuurlijk de facto altijd al tweederangs burgers waren, nu ook echt gewoon niet meer bij horen. En eigenlijk op de kandidatenlijst staan voor etnische zuivering. Ja, maar nog even. Ik ben daar zelf een aantal keren geweest in dat gebied. En er zijn voor het publiek, er zijn 7 tot 8 steden op de Westbank. Er zijn ongeveer 100 checkpoints. Die staan voor een groot deel onder die steden. Dat is militair bezit van het Israëlische leger. En die controleren in feite de ongeveer 2 tot 3 miljoen mensen
de Palestijnen die daar wonen. Terwijl er wel een soort binnen die steden een bepaald soort autonomie is. Ondertussen is de hoofdstad van dat gebied, dat is Oost-Jeruzalem, dat is ook door de VN erkend als hoofdstad. Dat is Palestijns gebied, dat is de hoofdstad van Palestina. Die is gewoon geannexeerd door Israël, ja. Illegaal. Ja. Misschien wil je daar ook nog wat over zeggen? Ja, nou ja, kijk, natuurlijk is dat zo formeel. Maar wat veel erger is, is dat met die annexatie van Oost-Jeruzalem en het bouwen van een muur die volgens mij rechtsom of ten oosten van Oost-Jeruzalem ook loopt. De groene lijn is ongeveer 300 kilometer. De muur is 700 kilometer. Ja. En dat komt omdat er allerlei stukken uit Palestina worden geannexeerd door Israël. En die muur daar dan omheen wordt gebouwd. Dus je ziet een enorme rare muur die niet op de grenslijn ligt, maar die in feite gewoon gebouwd is op Palestijns gebied. Ja, ja. Nou, maar dat vormt dus onderdeel van een systematische politiek van het voortzetten van die Nakba, namelijk. Dat is al bijvoorbeeld het economisch leven onmogelijk maken voor de Palestijnen. Je ziet dat vandaag de dag met het omzagen van hun soms 1000 jaar oude olijfbomen. Ja. Gedoe met water. In Sussex had ik een collega, Jan Selby, die zijn proefschrift en het boek ging over het feit dat onmiddellijk nadat Israël de macht had veroverd in de eerste veroveringsoorlog, de loop van de waterloop van de rivieren verlegd is, zodat het water aankwam in het Israëlische deel en het toen nog niet bezette Palestijnse deel een waterprobleem kreeg. En dat was voor de landbouw enorm belangrijk. En dat is nu uitgebouwd tot een systematische politiek van vernietigen van oogsten, verwoesten van huizen. Die beelden heb je waarschijnlijk wel gezien van bulldozers. En dat is zo extreem geworden in het afgelopen jaar. Ja. Dat ik denk dat je daar toch wel heel erg moet zoeken naar de drijfveren voor de wanhoopsactie die nu is uitgevoerd door Hamas. Ja, die eerste, we komen op 2000 ongeveer en dan ontstaat in die situatie, in de Westbank zowel als in de Gazastrip, ontstaan eigenlijk opstanden. Die heten intifada's. Ja. En dat wordt door heel veel jongeren, zelfs kinderen, uitgevoerd. De Palestijnse bevolking, zeker in Gaza, is gemiddeld heel erg jong. Ja. En die kinderen beginnen gewoon met stenen te gooien. Ja. En het Israëlische leger schiet terug. En er zijn jaarlijks worden gewoon 100 burgers, voor een groot deel kinderen, gewoon gedood door die kogels. Ja, ja. Maar dat zie je niet bij ons in de media. Hè? Dat is. Kijk, als dat wel zo was, dan. Het is niet alleen maar mopperen over de media dat die steeds leugenachtiger worden. Nee. Maar als het namelijk wel zo was, dan zouden er veel meer stemmen zijn opgegaan. Moet Nederland zich niet eens een keer gaan bemoeien. In plaats van 100% Israël, pro-Israël te zijn, zoals nu ook weer met vlaggen in de Kamer en Rutte die verklaart dat wij vierkant achter Israël staan. Nee, als je er meer van weet, dan snap je, op deze manier is het probleem zeker onoplosbaar. Nou ja, Kees, daar wil ik wel een relativering op maken. Als we de mediahouding vergelijken, dan zeker als we kijken naar het narratief Oekraïne-Rusland, waarin men finaal doet of er helemaal geen geschiedenis is. Maar hier geeft men zich, de media geeft toch wel blijk van het feit dat er een geschiedenis is en dat de Palestijnen ook een verhaal en een belang hebben. Ja. Dit klopt inderdaad dat de rechterkant van het politieke spectrum, Rutte is daar dan nu het gezicht van, trouwens Partij van de Arbeid en GroenLinks gaan daar gewoon in mee. Oh ja. De onvoorstelbare provocerende daad plegen om een vlag, de Israëlische vlag, die toch verbonden is voor heel veel mensen met apartheid en bloed en onderdrukking, om die gewoon op het Binnenhof en hier trouwens ook op de Stoperij in Amsterdam te hijsen. Oh, oké. Okay. Ja, nou ja, het is ook verwarrend omdat, kijk, de Davidster is natuurlijk ook weer een emotioneel geladen symbool van de Joden die in de Tweede Wereldoorlog de dood in werden geleid. Hmm. En dat is een zo centrale as in de ideologische mobilisatie en neutralisering van verzet
en van tegenstand door Israël, door die twee symbolen in elkaars onmiddellijke verlengde te plaatsen. Dus dat je altijd als je... Ik heb het zelf gehad. Dat ik was als student, zal ik maar zeggen, nooit geïnteresseerd in het Midden-Oosten. Omdat ik dacht, ja, die Joden hebben wel gelijk. De helft van hun volk is vergast of in de nek geschoten. Ja. En nu zeggen ze van nou, nu hebben wij ook wapens. Dus we redden ons wel. Ja. Maar dat is het verhaal niet. Hè. Zoals ik net zei. Dat is het heel simpele verhaal wat in jouw generatie voor een deel nog speelde. Een gesneden koek was. En ook jouw generatie, zelfs mijn generatie, was heel erg pro-Israël. Maar laat ik maar natuurlijk meer en meer achter dat er wel een heel ander verhaal ook was. Precies, en dan weet men nog niet eens wat ik net noemde, die geschiedenis dat Begin en Shamir en dat soort mensen, de volgelingen van Netanyahu senior en Jabotinsky, dat die ver in de oorlog, toen hun, wat moet je zeggen, geloofsgenoten, lotgenoten, ras is het niet, werden afgevoerd naar een wisse dood, nog steeds onderhandelden met de nazi's, zullen wij niet met z'n tweeën optrekken tegen Engeland en Palestina veroveren voor een zelfstandige staat. Ja, nu, de Gaza-strook is afgesloten. Op dit moment, althans, ja, die was al afgesloten. Ja, volgens mij hebben toch de Israëli's eigenlijk minder aan Gaza gegeven dan zij op basis van het verdelingsplan van de VN recht op hadden. Dus de muur staat weer op Palestijns gebied, hun muur, hun afrastering. Ja. En de Israëli's beheersen Gaza doordat ze de uitgangen beheersen en ook vanaf de zee bepalen wie erin mag en wie er niet in mag. Ja? Ja, ja. Misschien wil je daar nog wat over melden. Er wonen 2 miljoen mensen in Gaza. Ja, dat is met name ook hele jonge mensen. En Gaza wordt op dit moment keihard gebombardeerd. De helft kinderen. Dus het is een zeer jonge bevolking. Ja, misschien mag ik even een anekdote. In het Engelse systeem heb je, als er een proefschrift wordt ingeleverd, heb je een external examiner en een internal. Ja. En toen ik een keer een Egyptische PhD-student als internal examiner had, iemand anders had dat begeleid. Toen haar proefschrift ging over de één-staat-oplossing. Ja. Namelijk, zij zei, het is een doodgeboren kind om die twee lapjes als één staat te zien tegenover het machtige Israël. En toen was de external examiner, was Ilan Pappé. Dus zo ken ik hem. Ik weet niet of die naam je iets zegt. Nee. Nou, het is echt een naam om te onthouden. Pappé is weer zo'n typische Joods kunstmatige naam. Hij komt uit Oostenrijk en Pappe, zoals je weet, betekent karton. Ja. En hij heeft daar een accent, of zijn voorouders hebben daar een accent op gezet. Nu heet hij dus Pappé. Mm. Maar hij is een van de meest spraakmakende Israëlische dissidenten. Hoogleraar. Die dus ook die gedachte van het Zionisme geheel afwijst in zijn politieke consequenties zoals hij die nu heeft. Maar die, en dit meisje schreef dus over één staat. En ik ben daar toen, ik heb dat toen moeten lezen natuurlijk voor het examen. En ik dacht van ja, dit is helemaal juist. Het moet gewoon één staat zijn met meerdere etnische componenten. Ja, dat is natuurlijk heel de gedachte. Alternatief is uitroeiing. Ja, maar de VN heeft zich eigenlijk natuurlijk al heel erg lang vastgelegd, en dat willen de beide staten ook, op die twee-staten-oplossing. Dat is nu een beetje sinds 1993 uitgevoerd door te zeggen, ja, we hebben de staat Israël erkend binnen het grondgebied wat haar toegewezen is. En Gaza en de Westbank, die hebben een bepaalde mate van autonomie. Ja, dat gaat dan onder Israëlische controle en onder Israëlische onderdrukking. Ik denk dat wel het grote probleem is dat we die staat Palestina, die overigens nu in 2016 door 137 landen is erkend, dat we die eigenlijk ook zouden moeten erkennen. Israël moet die erkennen natuurlijk, Amerika allereerst, maar Nederland is een van de hardliner landen die gewoon dwars ligt. Ja.
En ja. je kunt zeggen, dat zou ook mijn stelling zijn, dat heb ik eigenlijk al heel lang geroepen. Ja, misschien moeten we die twee staten oplossing erkennen. En vervolgens die twee staten in een confederatie, Israël en Palestina, samenbrengen. Ja, dat zou goed. Dat is een compromis tussen de één staten oplossing en de twee staten oplossing. Ja, precies. En weet je, het probleem zou dan zijn dat de demografische ontwikkeling van, als je alleen al denkt wat we net noemden, het feit dat van de 2 miljoen plus mensen in Gaza de helft kinderen is. Dat is niet het geval in de Joodse bevolking. Dus je krijgt dan... Ik zou je zeggen, Kees, ik ben daar 20 jaar geleden onder andere geweest. En toen woonden er ruim 1 miljoen mensen, 1,2. Ja. Dus zijn gewoon in Gaza. Het is bijna verdubbeld. Ja, ze hebben niks te doen. Dus wat zou jij doen? Nee, het is een enorme. De helft van de bevolking is werkloos. Arbeidsgeschikte bevolking. Ja. Ja, er is geen werk. Ze mogen niks uitvoeren. Ja. Ze mogen geen vis vangen. Vissersboten worden beschoten. Ja. Nee, dat is... Maar is het nou niet eigenlijk onvoorstelbaar dat 2500 raketten binnen zijn gekomen, dat die mensen met 1000 man bij die hekken stonden, zeggen ze zelf, dat er 15 gaten zijn gemaakt, dat de Israëli's niks deden, dat die dat ook hebben toegelaten. Dat ze verbaasd waren. En vijf uur later pas zijn gaan schieten. Dat is wat er verklaard is aan alle kanten. Ja, ja, ja. Dat kan toch niet? Dat is toch geen andere verklaring op, denk ik dan, van dat het dat men dat gewild heeft, dat men het gefaciliteerd heeft en dat men het offer van die 200 Joodse burgers, die dan gestorven zouden zijn of 100, daar is een discussie over, maar dat het Israëlische leger onder leiding van premier Netanyahu dat gewoon heeft genomen en heeft opgeofferd. Ja. Is dat een rabiate stelling? Zoals je weet ben ik geen complotdenker. Ik hou er niet van. Maar ja, ik zie geen ander verklaringsmodel. Ja, nou, ik ben dan, als je dat als standaard neemt, ben ik wel een complotdenker. Omdat alle oorlogen zijn begonnen met een false flag. Om de stemming erin te brengen, zal ik maar zeggen. Net zo goed als bij een voetbalwedstrijd het clublied wordt gezongen. Ja. Zelfs de Tweede Wereldoorlog, de invasie van Polen, werd door Hitler begeleid met de mededeling dat Duitsland aangevallen werd door Polen en dat vanaf vanochtend wordt teruggeschoten. Ja. Maar nog even, als we ervan uitgaan dat in ieder geval de hardliners in de Israëlische regering deze oorlog willen. Wat is dan hun belang en wat is hun doel? Nou, daar kan ik dus absoluut niet bij. Omdat, kijk, ze hebben naar schatting tussen de 120 en 200 atoombommen. Dus Israël kan niet alleen het hele Midden-Oosten tot een nucleaire woestijn maken, maar heeft ook al een paar keer gedreigd via bijvoorbeeld die Martin van Krefeld, een soort theoreticus op het gebied van oorlog, een Israëli. Die heeft gezegd, als het Westen ons niet blijft helpen, dan moeten ze zich goed realiseren dat wij niet alleen onze atoombommen zullen gebruiken voor het Midden-Oosten, maar ook steden als Rome en Parijs zullen meenemen. Dat is dus geen officiële Israëlische verklaring, maar het is een verklaring van iemand te hoog in de hiërarchie daar. Met andere woorden, wat jij zegt is dat de Israëlische top, de militaire top, gewoon ons als Westen voor een groot deel chanteert. Ja, dat heb ik zei ik aan het begin. De kern van de politiek van de Likud is steeds geweest het chanteren van het Westen. En 9-11 ik kan je daarbij niet buiten beschouwing laten. Omdat ook dat was een fabelachtig opgezette false flag, waarbij zelfs 19 Arabieren werden meegeleverd die weliswaar niet vliegen konden, maar die dan zogenaamd die vliegtuigen zouden hebben. Maar even los van, we gaan niet in 9-11. Ik hoop dat we het toch willen beperken tot Israël, Palestina, specifiek de Gaza-oorlog die nu gaande is. Ja, ja. De tweede Gaza-oorlog, of de derde eigenlijk al. Waarom heeft
Waarom is deze oorlog... Ik bedoel, wat is het grotere plan, is eigenlijk het verhaal van, laten we zeggen, de rechtse Likud-achtige mensen daarin? Ja, dat kunnen ze jou alleen maar zelf vertellen. Dat kan ik niet zeggen. Kijk, Scott Ritter was in gesprek met, ik ben even vergeten met wie, met George Galloway. Ja. Wel de Schotsman met hoed. Ja. En daar ooit Labour parlementariër geweest. Ja, maar daar radicaal links. Ja. En hij heeft dus, en Scott Ritter zegt, kijk, Hamas, moet je begrijpen, is natuurlijk niet de Palestijnen. Want de Palestijnen bestaan net zo min als de Israëli's, omdat er ook een enorme opstand binnen Israël is tegen Netanyahu. Ja. Die de rechters heeft vervangen die hem voor corruptie zouden veroordelen. Toen heeft hij gezegd, nou, dan nemen we toch gewoon andere rechters. Ja. Nou, daar is een enorme opstand tegen. Hamas is een creatie in grote mate van Israël zelf. Omdat men heeft gedacht, van weet je wat, we nemen een islamitisch fundamentalistische beweging om de PLO als wereldlijke, seculiere, brede organisatie, met Fatah in het midden, maar bijvoorbeeld ook het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina aan de linkervleugel enzovoort, al die socialistisch, nationalistische stromingen, die drukken we uit de rails door een groep te steunen die islamitisch fundamentalistisch is. En die is dus veel consequenter militant geweest. De PLO is in wezen geïncorporeerd. Hè, de Palestijnse autoriteit, daar hoor je niks van op dit moment, behalve wat externe vertegenwoordigers. Maar de rest zit gewoon te wachten tot het weer over is en onderhandelingen te hervatten. Ja, even de Palestijnse autoriteit. De president heet Abbas, die zit in Ramallah. Ja. Die is overigens, dat is eigenlijk de opvolger van Yasser Arafat. Die is overigens ook al 87. En er zijn wel verkiezingen geweest. Ja. Ik geloof een jaar of 15 geleden. En de belangrijkste partijen zijn dan Hamas, die inderdaad wat fundamentalistischer en militanter is. En Fatah, wat meer de milde koers is, die voortdurend probeert met de staat Israël te praten en tot overeenstemming te komen. Ja. En dat lukt niet erg. Nee, nou ja, ze hebben zich gewoon laten opkopen, want zij worden betaald door Israël. Geld bijvoorbeeld van de EU, maar dat geld kan alleen maar binnenkomen via Israël. Dus Israël bepaalt of wie het geld krijgt, onder welke voorwaarden, ga zo maar door. Maar dat zijn allemaal formele, zullen nog details zijn die ik helemaal niet weet. Waar het om gaat is dat, zoals ik net zei, die oorlogen van 67 en 73 hadden duidelijk gemaakt dat reguliere aanvallen op Israël met een Arabisch leger, dat lukt niet, want daar ben je gewoon niet sterk genoeg voor. En die lui zijn enorm gehard in strijd. Maar inmiddels is dat leger natuurlijk, ja, dat heeft ook een buikje gekregen. Er is welvaart in Israël in ieder geval lange periode geweest. Ja. En nu zie je dus dat die, wat al eerder gebleken was met Hezbollah, dat die strijd middels commando-operaties, zoals nu de uitbraak van Hamas uit Gaza, dat die wel succesvol is tegen de... Want ja, een van de dingen heb je ongetwijfeld gehoord, is dat Hamas beschikt over Javelin antitankraketten die door de NAVO aan Oekraïne zijn geleverd. En die langs miraculeuze weg, ja, in Kiev beweren ze dat de Russen dat hebben gedaan. Ja, natuurlijk. De Russen hebben altijd alles gedaan. Die hebben het altijd gedaan, maar die zijn gewoon verkocht. Hè. Het is allemaal veel simpeler dan dat ingewikkeld. Het Westen levert aan Oekraïne, daar zitten mensen tussen die denken, ik pik de boer in en ik verhandel het op de wereldmarkt. Ja. En vervolgens komt dat zo ergens in Gaza terecht. Ja, hoe dat kan als die grens potdicht is, dat moet je niet aan mij vragen. Ik weet niet, ik kan me daar weinig bij voorstellen. Ja. Maar goed, zij breken uit. Scott Ritter zegt dan, als Israël het in zijn hoofd haalt om Gaza echt binnen te trekken met een groot landleger. Ze hebben dus nu 360.000 reservisten opgeroepen. Nou, dat is een enorm leger tegenover 2 miljoen burgers en een kern van Hamas-strijden. Hoe groot is die kern van Hamas-strijden? Die is heel klein. Enkele duizenden volgens mij maar, toch? Ja, nee, meer kan het niet zijn. Omdat je hebt van de 1 miljoen volwassenen,
Daarvan is de helft vrouw. En daarvan, van de 500.000 die er dan over zijn, zijn de meesten te oud. Of, En ook niet bij Hamas. Hè. Er zijn ook PLO-stromingen in Gaza. Ja. Je hebt Islamic Jihad. En er zijn zelfs nieuwe groepen. Ja, misschien ook wel goed om vast te stellen dat wij zien als Hamas als een militante groepering. Maar ze zien zichzelf natuurlijk als een politieke partij, waar ook voor gekozen is. Die in feite het bestuur heeft over de exclave Gaza. Dat weet ik eigenlijk niet. Want volgens mij is er wel een verkiezing geweest in de tijd. Maar omdat Hamas die gewonnen had. Ja. En zij op de lijst van terroristische organisaties staan in het Westen. Ja. Konden ze daar geen uitvoering aan geven. Zoiets is er gebeurd. Nou ja, ik heb dat niet echt gevolgd. Die lijst van terroristische organisaties is volgens mij met name de Amerikanen. Want een groot deel van de wereld ziet Hamas helemaal niet als terroristisch. Maar wij hebben ook altijd te maken met de Amerikaanse voorkeuren in deze. Ja. Maar goed, om bij het verhaal van Scott Ritter. Als Israël binnentrekt, dan zal Hezbollah, die al een paar waarschuwingsschoten heeft gelost met mortieren. Vanuit om Libanon. Aan te geven van denk erom, we zijn er nog. Ja. Die zal met zijn veel meer gesofisticated commandoleger Noord-Israël binnentrekken. Mm. En vergeet niet dat de raketten van Hamas zijn een beetje veredeld vuurwerk, om het maar zo te zeggen. Dus er zit veel knutselwerk bij. En die kunnen ook wel een heleboel narigheid veroorzaken. Maar de raketten van Hezbollah komen uit Iran. En zijn dus moderne raketten die het hele grondgebied van Israël, dat bovendien natuurlijk maar een klein landje is, kunnen bestrijken. Ja. Nou, Syrië heeft de beschietingen geopend op de Golanhoogte. De Golanhoogte is de Noordoost-Israël, wat in 1967 afgepikt is van Syrië. Ja, geannexeerd is. Het is eigenlijk Syrisch grondgebied die geannexeerd is door Israël. En dat is nu echt onderdeel van Israël. En daar is ook olie gevonden. Ja. En dat wil zeggen dat ze dat natuurlijk nooit zonder geweld zullen teruggeven. Maar als Syrië echt in gevecht raakt met... En Syrië heeft op dit moment natuurlijk een klein, maar zeer gehard... de Syrian Arab Army. Een zeer gehard leger die uit 10 jaar, hoe lang is het? Meer dan 10 jaar burgeroorlog komt en gewonnen heeft. Hè? Dus dat is een tegenstander die als hij in combinatie opereert met Hezbollah in het noorden, voor Israël was een hele lastige klant zou worden. En dan heb je Iran nog. En Iran kan middels zijn raketten die ze afvuurden van de kust, alle scheepvaart in de Persische Golf uitschakelen. Ook militair en civiel. En die Scott Ritter zegt, als je dus even afziet van de atoomwapens, hij noemt dat niet eens, maar dat zeg ik dan maar. Als je afziet van de atoomwapens, er zijn, hoe noem je dat, wargames gehouden, dus oorlogsspellen. Hè, dat men speelt, nou jij bent Syrië en ik ben Israël, wat doe jij, wat doe ik? Bij die oorlogsspellen is duidelijk geworden dat Israël dit grandioos verliest. Een oorlog in het zuiden, door Hamas eigenlijk als kleine pestvlieg. En dan de grote macht, Hezbollah, plus Syrië en met Iran op de achtergrond. Dus niet zo zijn dat de legerleiding van Israël, die dit weet, die kan wel flink praten. Hè? Ik weet niet of je gezien hebt, die minister van Oorlog was dat geloof ik, die een redenvoering houdt voor de televisie achter een bureautje, waarin hij dus zegt van we moeten goed bedenken dat de mensen met wie we te maken hebben zijn eigenlijk menselijke dieren. Human animals. Ja, ja. Ja, dan denk ik, hé, waar hebben we dat eerder gehoord? Untermensch. Het is gewoon pure nazitaal. En soms moet je wel even een stap terug doen en bedenken dat we hier toch te maken hebben met een van de grootste tragedies uit de geschiedenis. Dat het Joodse volk, of het als, laat ik het zo zeggen, het als Jood gebrandmerkte volk, waarvan, zoals ik net zei, een heleboel mensen zichzelf helemaal niet, die dachten dat ze gewoon geassimileerd waren. Maar dat de helft van zijn aantal op de meest wrede en verschrikkelijke wijze heeft verloren in de Tweede Wereldoorlog. En volgens mij is 9 miljoen is een understatement. Er moeten meerdere. Er is echt geen boekhouding bijgehouden voor ieder Russisch dorp waar de nazi's geweest zijn. En niet te vergeten de Oekraïners en de andere collaborateurs. Esther,
En die waar bestaat de tragedie in? Dat het volk wat daaruit is over de overleving, dat daarvan de overlevenden zijn, en dan natuurlijk de latere generatie, ja. Dat die iets dergelijks gaan doen, nog niet met die aantallen doden natuurlijk, maar structureel, ja. Identiek. Namelijk untermenschen, ja. Etnische zuivering. Ja, dit is wel heel erg negatief. Laten we tot slot, want we gaan er een eind aan breiden, aansluiten bij wat zijn de perspectieven, wat zouden de perspectieven kunnen zijn voor een toekomst voor het Palestijnse volk. Want daar gaat het dan tenslotte over in de Westbank en de Gazastrip en wat zou het Westen daarin kunnen doen. En ja, mijn stelling zou zijn dat wat het Westen zou moeten doen is in eerste instantie een wapenstilstand afdwingen en natuurlijk ook een volledige erkenning geven van de staat Palestina. Ja, nou ja, wat het Westen moet doen, dat is niet aan jou en mij. En wij moeten alleen vaststellen dat diegenen in het Westen die onmiddellijk een grote mond opzetten, dat die Israël onverkort aanmoedigen. Ja. En die aanmoediging bestaat erin dat de genocidale plannen die in Israël al jarenlang circuleren, hè, om de kinderen te vermoorden. Als je kinderen vermoordt, dan heb je straks geen Palestijns volk meer en ga zo maar door. Amerika overweegt nu een tweede vliegdekschip naar het oosten van de Middellandse Zee te sturen. Dus laten we gewoon vergeten wat het Westen. We leven nu in een tijd waarin het mondiale bestuur door het Westen, dat eigenlijk in 1991 is uitgeroepen, onder andere door Fukuyama met zijn verhaal over de 2 jaar eerder al. Het einde van de geschiedenis. Einde van de geschiedenis. Ja. Nou, die mythe, waartegen in de jaren 90 en de eerste decennium van de 21ste eeuw langzaam een fundamenteel en doordacht verzet is ontstaan in de vorm van de BRICS en de Shanghai Cooperation Organization enzovoort. Die mythe is definitief geëxplodeerd bij de Russische intocht, de inval in Oekraïne. Dat heeft een schokgolf in de wereldverhoudingen gecreëerd die ook volgens mij, en het gaat niet alleen over die corruptie vanuit Oekraïne en die wapens, maar een schokgolf gecreëerd die alle labiele situaties die eigenlijk alleen maar nog zijn wat ze zijn omdat die grote oorlog is uitgebleven, in beweging heeft gebracht. En de strijd in het Midden-Oosten is opnieuw opgeleid op de manier zoals het nu is, omdat ook Israël aan zijn overlevingskansen begint te twijfelen. Dat is volgens mij, en dat kan via geleid hebben tot het doorlaten van die Hamas-strijders. Ja. Maar de Hamas zelf zegt, bij monden van een of andere Palestijnse journalist die ik heb gezien, je moet dit vergelijken met een wanhoopsactie zoals de opstand in het ghetto van Warschau. Ja. Namelijk, dat zegt Hamas zelf. Ja, ja, nou in ieder geval een sympathisant in de journalistiek. Mm. En die, dat wil zeggen, je weet dat je afgemaakt gaat worden en dat er een verschrikkelijk bloedbad gaat komen. Yeah. Alleen je hebt in ieder geval je eer gered en je hebt niet zitten wachten tot. En dat was het laatste jaar dus heel erg het geval. Dat de provocaties van met name de settlers in Jeruzalem en in de Westbank, die werden zo brutaal. En die lui lopen gewapend rond. En dan met al die rare attributen en zo. Hmm. En die lopen daar die Palestijnen van hun land te jagen. En schieten mensen dood. Het leger dekt hen. Ja, dat moest een keer fout lopen. Kun je nou ook nog iets positiefs geven voor tot slot, wat enig perspectief zou kunnen geven? Want jij en ik zijn wel Europeanen. Zijn Nederlanders. Zijn vertegenwoordigers van het Westen. Ja. Wat zou jij vinden dat er moet gebeuren, politiek gezien? En wat zou je misschien haalbaar achten? Nou, vanuit ons niks. De enige partij die daar een stem kan hebben is bijvoorbeeld Rusland. Mm-hmm. Met zijn rare ambivalente relatie tot beide partijen. Ja. China, die notabene Iran en Saudi-Arabië met elkaar in gesprek heeft gehad. Dat zijn positieve
initiatieven. En dan zeg ik niet, ja, wij moeten ons helemaal uitleveren aan China en of Rusland. Nee. Want ja, daar zijn we. Maar de Amerikanen problemen. Zijn het grote maar probleem. De Amerikanen en wij. Ja, ik vind het vreselijk dat ik het moet toegeven, maar wij stellen niks meer voor. Wij zijn een kolonie van Amerika. Amerika is een krankzinnig gesticht. De enige hoop is Robert Kennedy, maar die is op het punt van Israël helemaal niet open-minded. Nee. Die had gezegd dat Jenin, waar Israël is enorm tekeer is gegaan, dat een bommenfabriek was. Ja, maar nou, ja, goed. Tel uit je wens. Je kan je voorstellen. Nee, maar Amerika moet je gewoon vergeten. Zowel economisch als sociaal en politiek. Militair is dat een reus op leme voeten. En alle betekenisvolle initiatieven zullen komen uit de BRICS-hoek. Ja. Ook omdat die landen geen avonturiers zijn. Die zullen niet rare streken gaan uithalen, gewoon voor de televisie of zo. Eigenlijk of zeg jij vanuit die BRICS-hoek, de Aziaten, de Afrikanen, Latino's, de Arabieren, de Russen, die zouden eigenlijk een bemiddelende rol moeten spelen tussen die twee groeperingen. Ja. Ervoor moeten zorgen dat Israël en Palestina kunnen bestaan. Ja, precies, denk erom wat er gebeurd is. Er zou een Israëlische minister naar Saudi-Arabië gaan. Nog is de, dat zou allerlei consequenties hebben gehad waar we nou niet meer op kunnen ingaan. Hmm. Maar wat is de eerste reactie geweest van Saudi-Arabië op het uitbreken van het geweld in het Midden-Oosten, bij Gaza, is van nou die Israëlische minister, die kan thuis blijven. Die hoeft hier niet meer te komen. Hmm. Dus dat, wat dat betreft, als dat de opzet van Hamas was om dat te verhinderen, wat ook wel genoemd is, dan hebben ze prompt succes gehad. Maar dan rijst de vraag, wat kan in godsnaam het belang van Israël zijn geweest om hun eigen grote coup onmogelijk te maken, namelijk een doorbraak bij Saoedi-Arabië tegen Iran. Nou, dan laten we tot slot hopen dat er toch een soort doorbraak komt die wellicht een vervolg van de Oslo-akkoorden, want daar gaat het dan tenslotte ook over. Maar dan is natuurlijk onder Russische leiding, hè? Onder Russisch-Chinese leiding, eigenlijk. Ja. Waarom niet? Als Iran en Saudi-Arabië bij elkaar kunnen brengen, dan kunnen ze toch de Palestijnen en Israël in gesprek brengen. Hartelijk dank voor dit gesprek, Kees. Vanuit Alternatief en de andere krant heb ik 42 van mijn artikelen, columns en interviews met 64 programmaverwijzingen over de Oekraïne-oorlog gebundeld in dit boek. Tunnelvisies over hoe realiseren we vrede in Oekraïne. En wanneer u een donatie geeft, dan steunt u Alternatief en wil ik u dit boek als welkomstcadeau aanbieden. U kunt het boek natuurlijk ook gewoon bestellen op de website Alternatief TV of bij 1500 boekwinkels en webshops. Verder geef ik lezingen in het land en kunt u mij boeken. Hartelijk dank voor uw donatie.